Hoi, mijn naam is Scott en leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van de Making of Untamed. In deze aflevering ga je vooral zien hoe we afscheid genomen hebben van Robin Hood en gaat Mascha van Til, onze directeur, jullie een aantal hele leuke feitjes vertellen, dus blijf vooral kijken. We doen ieder jaar onderzoek naar hoe onze gasten de achtbanen ervaren. En er zijn een aantal, daar worden door gasten wat opmerkingen over gemaakt. En een van de opmerkingen was, die Robin Hood is cool, maar een beetje bumpy. En hij was ook best wel oud, uit 2000. Dus we hebben gezegd, ja, dat is altijd nog wel een verbeterpunt, die Robin Hood. En toen kwamen wij in een park in Amerika een hybrid tegen. Dat was een geweldige ervaring. Dus je hebt het werken van het hout en de snelheid en de smoothness van het ijzer. Het is onbeschrijfelijk, heel gaaf. De laatste dag van het seizoen, na Halloween, dus in de echt middernacht, hebben we afscheid genomen van Robin Hood. Een feestje gebouwd tot een uur of twee zelfs. En hebben we medewerkers en fans de kans gegeven om een laatste ritje in Robin Hood te maken. En ik mocht notabene het allerlaatste ritje en dat was zo gaaf. Maar het belangrijkste is wel dat we op dit moment de Robin Hood verbouwen en ombouwen tot een hybrid coaster. Een hybrid coaster is een combinatie tussen hout en staal. Dus we gebruiken een groot deel van het houten fundament van Robin Hood. Gecombineerd met een stalen trek, nieuwe treinen en we voegen natuurlijk hoogte en elementen toe. En die combinatie maakt het echt uniek. Robin Hood was 32 meter en Untamed wordt 36,5 meter. Het staat voor de beleving van de ride. Zoals wij hem nu inschatten, dus we weten het niet, want hij is er nog niet. Hij gaat 1 juli pas open. Maar wij denken dat Untamed precies staat voor het gevoel wat je gaat hebben als je die achtbaan doet. Nou, Untamed ligt nu nog in Sherwood Forest, het gebied dat deze winter helemaal op de schop gaat en compleet vernieuwd wordt naar Wilderness. En in Wilderness, daar ligt ook Merlin's Magic Castle. En wat daar op dit moment allemaal al gebeurt, kan je het beste zelf even bekijken. Ja, we zijn het hele gebied rondom Robin Hood aan het veranderen. Daar zijn we meteen mee begonnen in het seizoen. Dus we zijn gestopt met snoeien. Het werd één grote wildernis. En dat is de bedoeling, want het gebied heet Wildernis. Het idee achter Wildernis is dat de natuur het overgenomen heeft. Untamed ook, kan je zeggen. Dus daarom past die naam van de hybrid daar zo goed. En onderdeel daarvan is Merlin's Castle. Daar zijn nu internationale graffiti-artiesten. Zijn daar heel druk mee om daar hele gave visuals op te maken aan alle kanten. Waar we niet van houden binnen Walibi is dat zaken voorspelbaar zijn. Dat zal je straks met Untamed ook merken. Als iets voorspelbaar is, dan vinden we het niet meer cool. We willen juist dat je verrast wordt. En dat je denkt, wow, ik had hem niet zien aankomen en het is heel gaaf. Ja, en dat was alweer de eerste aflevering van de Making of Untamed. We hopen dat je het tof vond, net zo tof als wij. En vergeet je daarom niet te abonneren op ons kanaal, dat belletje in te drukken, zodat jij als eerste op de hoogte bent van nieuwe updates. En laat ook je reacties hieronder achter. Wij zijn namelijk heel benieuwd wat jij van dit project vindt. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met de bouwers van Untamed. Misschien dat zij al iets kunnen loslaten over die unieke, te gekke elementen die in deze ride komen. Maar ja, daarvoor moet je de volgende aflevering weer kijken. Ik zie je dan, hoi hoi! Hallo en leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van The Making of Untamed. Als eerste, heel erg bedankt voor al jullie te gekke reacties op de eerste aflevering. En we hopen dat jullie deze net zo cool gaan vinden. In deze aflevering gaan we namelijk in gesprek met Rocky Mountain Construction, oftewel RMC. En RMC is het Amerikaanse bedrijf die gespecialiseerd zijn in hybrid coasters zoals Untamed. En onze directeur, Mascha van Til, die kan jullie nog meer vertellen over RMC. Want zij is bij ze op bezoek geweest in Amerika. Gasten hebben aangegeven dat ze Robin Hood heel gaaf vinden, maar een beetje bumpy. Dus we vonden dat de reden om eens te kijken van wat kunnen we met Robin Hood in de toekomst doen. En toen hebben we een keer in een park in Amerika een hybrid coaster gedaan. En dat was zo gaaf. We zijn gaan zoeken wie is daar verantwoordelijk voor en zo kwamen we bij RMC terecht. Dus we zijn op bezoek gegaan en we hadden geen idee wat we konden verwachten. Maar ze hebben werkelijk een werkplaats, een fabriek waar je van de vloer kan eten. Het is een familiebedrijf, ze zijn enorm betrokken. En we merkten aan elkaar, aan de gesprekken die we met elkaar voerden, dat het een match was. Dus niet alleen qua achtbaan en qua product, maar het type bedrijf en de directheid en de betrouwbaarheid is gewoon heel goed.
Ja, we horen nu de hele tijd hybrid coaster en wat daar nou allemaal zo speciaal aan is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen weet wat een hybrid coaster nou eigenlijk inhoudt. En daarom ben ik nu onderweg naar Justin van RMC die ons daar alles over kan vertellen. En misschien krijg ik nog wel een paar details bij hem los over Untamed. My name is Justin Whiteman and I am site supervisor for Rocky Mountain Construction. And we are currently rebuilding Untamed. This is my first time in the Netherlands, so we've never seen the park, just on the internet. And we came actually when the park was open, we walked around the park and watched Robin Hood run. You're going to make it a lot better now. A lot better, definitely. Right now, I believe we are a little bit ahead of schedule on our demolition, so things have been going very well. It's going to be a hybrid coaster. Can you tell us, what is a hybrid coaster? A hybrid coaster is a steel track on a wooden structure. So probably the best feature is we're able to go steeper and of course faster. So it's best of both worlds actually. Exactly. We don't have to tear the whole thing down, but just some of it. Is it possible to go upside down with a wooden roller coaster or a hybrid coaster now? Absolutely. Are we going to? We will be going upside down. Now you told us you can go a lot faster with a hybrid coaster, but how fast is Untamed going to run? 92 kilometers per hour. Wow. So now we know the speed. Do you know the length of the track? The length of the track will be 1,085 meters. What's your main focus at this moment? At this moment, we're currently bringing the track from the station to the lift, which is called a pre-lift, and it's a 45 degree outside banking corner, so. It's gonna be awesome, right? Very interesting. We're excited. Marcia doet zo'n project natuurlijk niet in de eentje. Zoals je op de achtergrond misschien wel kan horen of kan zien, zijn er heel veel mensen in de weer om zo'n project te realiseren. En om dat allemaal soepel te laten verlopen, hebben wij projectmanager Wiebe Damstra. En hij kan jullie nog veel meer vertellen over de achtergrond en de bouw van Untamed. Ja, wat houdt mijn functie in? Het organiseren van het hele traject, van aankoop, van achtbaan en het opbouwen van de hele attractie. Ik kan me voorstellen dat je niet bij elke schroef en elke plank en elk spijkertje betrokken bent. Wat zijn voor jou nou echt de hoogtepunten die je meemaakt tijdens zo'n project? In eerste instantie het bouwen van de fundaties. Dat is natuurlijk heel belangrijk en ook erg spannend vanwege weersomstandigheden. Op een bepaald moment de eerste baandelen plaatsen. En dan straks ook het sluiten van de baan, het laatste stuk natuurlijk. En het starten van de trein de eerste keer. Dat zijn de leukste dingen. De omgeving, is dat nog iets waar rekening mee gehouden moet worden? Je hoort natuurlijk heel vaak de polder, zachte ondergrond, de klei. Is dat nog iets waar je tegenaan loopt? Je moet altijd rekening houden met omstandigheden. Er worden eerste sonderingen gedaan, er wordt onderzocht wat de status is van de ondergrond. En op basis daarvan worden de fundaties ontworpen. We gaan dus de track hebben vervangen. Er worden kolommen verwijderd, kolommen geplaatst. Komt er ook een nieuwe trein op de baan? Er komt helemaal een nieuwe trein op de baan, ja. Uiteindelijk kom je dan uit bij RMC die deze ride moeten gaan bouwen. En dan? Wat gebeurt er dan? Een contract sluiten met de fabrikant. En daarna krijg je gegevens van de fabrikant op basis waarvan je het ontwerp kan maken. Je kunt kijken van hoe ga ik de attractie aankleden, hoe ga ik mijn fundaties ontwerpen. Ja, op basis die informatie moet je hebben en dan kun je de volgende stappen maken. Is het dan ook zo dat Walibi zelf input geeft over van we willen bijvoorbeeld dit element erin, we willen dat die zo hoog wordt? Of is dat RMC die zegt van dit is wat we kunnen maken en dit zou je moeten kopen? Of nee, dat is een goed punt. Dat is een heel proces geweest. Waar we heen en terug steeds zijn gegaan met tips van dit zouden wij graag willen. Heeft Rocky Mountains gekeken van wat kunnen we binnen een bepaald budget. En dat is een heel proces geweest heen en terug. Dat we een unieke baan hebben met zoveel mogelijk verschillende elementen erin. Dus je moet constant wikken en wegen tussen welke keuzes maken om binnen het budget te passen. Is het haalbaar in tijd? En waar blijf je dan mee over? Is het wel iets waar je als een gast van zegt, nou, dit is gewoon uniek. Ik doe het niet voor mezelf. Ik vind het zelf ook wel heel stoer, zo'n achtbaan. Maar uiteindelijk doe je het voor alle gasten die komen en die je graag wil ontvangen in de toekomst. Alle ontwikkelingen waar ik verantwoordelijk voor ben, hou ik me persoonlijk bezig met van, gaan wij meer leveren dan een gast verwacht? Gaan wij de verwachtingen overtreffen? Gaan we dat doen met een team? Absoluut, zeker weten. Nu weten we dus de hoogte, de lengte, de snelheid en het eerste stukje baanverloop van Untamed. We weten dus nu al een klein beetje wat jij als gast dadelijk allemaal mee gaat maken in deze te gekke ride. Maar wil je nou nog veel meer weten? Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal, laat even een like achter en druk ook op het belletje, zodat jij als eerste op de hoogte bent van nieuwe updates. In de volgende aflevering duiken wij wat dieper in de techniek achter Untamed. Voor nu, bedankt voor het kijken, fijne feestdagen en hoi hoi!